Maar die grap over het gewicht en zo, baal je daar dan van of niet? Of vind je dat niet erg? Wat? Al die grappen over je gewicht en zo, vind je dat vervelend of niet? Nee, toch? Ik heb dat zelf betaald, Wilfred. Als jullie erom... als jullie erom gaan lachen, dan moeten jullie weten. En dat heeft de patiënt gekost, Jan. Dat heeft de patiënt gekost. Ja, dat denk ik wel. Maar Geert Dute uit Doetenberg wil weten, als Badahari en... Oh, ja. Oh, ja. Dat wordt nou wel een beetje vervelend, hè? Is dat niet leuk meer? Nee? Wanneer was dat, verleden week? Hè? Ja, dat was... maar Geert Dute uit Luttenberg wil weten... als Rico en Badahari al in zwaargewichtcategorie vallen... welke categorie zit jij dan? Buitencategorie. Buitencategorie? Dat ben jij? Ja? Morgenavond, hè? Ja, gaat gebeuren, hè? Gaat gebeuren, man. Ga je kijken? Ja, tuurlijk. Ja, hè. Tuurlijk. Wat denk je? Wie? Nou ja, ik dacht aan het begin, die Harry heeft totaal geen kans. Maar ik denk nu, als hij de eerste 15 seconden toeslaat... die anders best voorzichtig. Voorzichtige weg. Ja, de Badahari gaat er meteen op, denk ik. Nee, die duikt er meteen als een idioot op, ja. Ja. Het is wel leuk. Leuk gevecht. Echt, meen ik echt. Maar die behoefte voel jij niet, toch? Om met Badahari een keer de ringen te gaan, toch? Nee, ik heb ook geen behoefte om naar te kijken. Nee, nee, omdat je wel op fietsen klimt en zo. Dat je denkt, die sportieve nou, laat het even zien, Wilfred. En je kan goed slaan. In dat opzicht zou je makkelijk mee kunnen doen allemaal, natuurlijk. Hey. Tijd is voorbij. Ben veel rustig geworden. Over. Oké, terug naar Feyenoord. Over.